Van de Veter en Stichting Gordo heeft het. Zijn die zin. Oud plantage Esperance of Le Esperance. Zo ziet Oud plantage Esperance er nu uit. Le Esperance. Privéterrein nu van mijn onbekende familie. Mijn ongetwijfeld Surinaamse familie. Heel complex is Oud plantage Esperance. Dit is de ingang van Oud plantage L'Esperance. Verouderde poort, zwaar verouderde poort en verouderde lantaarnpalen. Voor de rest is het niets anders dan bos. De weg is begaanbaar, maar nauwelijks. Zoals u kunt zien, wel bereikbaar, maar ja, moeilijk begaanbaar. Bij voorkeur met de four-wheel drive auto binnentreden. En dit is de parakreek die je krijgt voordat je tegen de plantage tegenkomt of aankomt. Dit is de parakreek zelf, zeer smerig, maar heel bebost.